Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 71 hier in China. Heb jij de vorige aflevering in Bahrein gemist, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven het i'tje, klik erop en ziet jullie die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van China natuurlijk. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1 in China. Kijken of we misschien naar de pole position kunnen toerijden. Volgens mij waren het de afgelopen twee wedstrijden steeds Lando Norris die de pole position veroverde. Maar toen pakten wij steeds de overwinning. Misschien wordt het dit keer wel andersom. Dat wij pole position pakken en dat Lando Norris dan de wedstrijd wint. Maar je weet het maar nooit. Verstappen zet een 1.29.3 neer. Wij komen bij sector 3 aan. Track limits waarschuwing, maar we pakken P3. Dat is heel anders dan ik had verwacht. Dat is inmiddels een P5 geworden op 1,4 seconden van Lando Norris. En Norris heeft iedereen minimaal op 1 seconde achterstand. Dus mijn teamgenoot is heel goed bezig. We zijn aanbeland bij Q2. En ik ga mijn tijd op de softbanden rijden. Omdat er in de race regen is. De hele wedstrijd valt er regen. Dus we moeten maar het beste van zien te maken. Ook op deze softbanden. Lando Norris noteert de snelste tijd. Hij start volgens mij, of hij heeft die tijd op de mediumbanden laten noteren. We komen daar iets te wijd. Maar pakken P1 met een 1.28.5. Dat is de snelste. Nee, dat is niet de snelste tijd. Want Lando Norris is toch nog naar die softbanden gegaan. En heeft ons op 19e gereden. De Brit is in uitstekende vorm. En nu moeten wij er alles aan gaan doen. Om misschien toch nog P2 binnen veilig te stellen. Maar ik ben er bang voor dat dat misschien lager wordt dan een P2. Misschien zelfs een P5 of zo. Ik noem maar wat. Danik Vial zet een 1.28.7 neer. Wij geven Lando Norris hier geen slipstream. Gaat Lando Norris ons nog voorbij? Nee, want wij blokkeren hem. En hij heeft daar wat tijd verloren. Komen we aan bij start-finish. En het is P2 op 15.000 van Danik Fiat, maar Lando Norris pakt gewoon de snelste tijd. En Verstappen pakt de pole. Norris op P2 op 41.000 en wij dus naar P7 op ruim een seconde van Max Verstappen. Een hele slechte kwalificatie. En Lando Norris doet het gewoon weer uitstekend goed. Helaas een teleurstellende kwalificatie, maar dat geeft niks. Kop omhoog houden. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 71. Het regent daar in China. En misschien is dit wel onze kans om misschien toch nog naar een podium toe te rijden. Daar gaan we dan. It's time to find out which driver is up to the task of claiming the Chinese Grand Prix. We're here in Shanghai. The ever-tightening turns 1 and 2 will prove tricky in the slippery conditions here at Shanghai. And anyone that slides wide will lose a lot of time getting back on track. Turn 14 should still be the best place for overtaking, but we'll have to see some improvement in the weather before the drivers can take advantage of that DRS assistance. Run you through the driver grid order for today's exciting race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he starts from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid we have Leclerc, Kvyat, Lewis Hamilton and Albon, the Professor, Ocon, Gasly and Carlos Sainz.
Russell, Vettel, Kevin Magnussen, and Perez, Stroll, Delatraz, Nicholas Latifi, and Antonio Giovinazzi, De Vries, Matsushita, Ireland, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Now, it's almost time for lights out. After the points finish last race, let's aim to keep the momentum going. Het momentum moeten we dus meenemen in deze wedstrijd. Dat adviseert Jeff. We starten helaas vanaf een P7. Een teleurstellende kwalificatie. Full wets, want het blijft gewoon regenen hier in China. Dan gaan we gewoon beginnen voor de derde aflevering van seizoen 6. Voor aflevering 71 van My Team Career Mode. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Alexander Albon. Ook wat beter weg dan Lewis Hamilton. Kun ik Fiat hier dan aanvallen? Nee. Hamilton zit via de buitenkant te kijken. Maar wij zien hier een gat. Wat ontstaan is tussen Danny Fiat en Charles Leclerc. En dat gat is nu dus weg. En want we zijn er voorbij. We hebben Hamilton wel geraakt. Krijgen een waarschuwing daarvoor. En zijn naar P3. Voor ons rijdt dus Lando Norris. Die heeft helaas een positie af moeten staan aan Max Verstappen. Die een betere start had dan onze teamgenoot. En we kunnen al gelijk naar Lando Norris toe remmen. Maar kunnen nog niet aanvallen, want we zitten gewoon te ver weg. Alright, we're looking good so far. Ja, Jeff zegt, ja, goed gedaan. Tot nu toe ziet het er heel goed uit. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd als wij de snelste raceronde op ons naam zetten met een 1.49.208. Het gat naar Lando Norris is 2 tiende en we zitten al 3 rondes achter Verstappen en Norris. En we zijn gewoon weggereden van Danny Kvyat en Lewis Hamilton. De vraag is, gaat dit nog lang duren? Ik bedoel ermee, blijven wij nog heel lang achter Lando Norris aanrijden? We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd en remmen hier gewoon naar Lando Norris toe, maar kunnen niet aanvallen, want we hebben geen betere exit. Dit duurt al 4 ronden lang. En Verstappen is weggereden, dat gat is 1,1 seconde. Dus Norris houdt ons hier op, maar wij kunnen niet aanvallen, omdat Norris gewoon precies dezelfde tactiek rijdt als ons. We kunnen er wel naartoe rijden, maar niet aanvallen. Dus het moet tijdens de pitstop gaan gebeuren. Norris rijdt nu weer naar Max Verstappen toe. We hebben een momentje op de curbstone, want dat vertraagt ons een klein beetje. En het gat is inmiddels 17e geworden naar Lando Norris. Ronde nummer 11. En Norris heeft gewoon een voorsprong van 2,1 seconden en zit nu bij Max Verstappen naartoe te rijden. Dus nu moeten wij zorgen dat het gat naar Lando Norris niet groter wordt. Anders hebben we een probleem en verliezen wij misschien deze wedstrijd, want dat kan ons de overwinning kosten. Norris zit kijken bij Verstappen. Jeff adviseert, we hebben overtake, dus ga dat gebruiken. Norris kan er wel naartoe rijden, maar kan niet aanvallen. Waarom? Er is geen DRS beschikbaar. Strategy is available on the MFD. De nieuwe strategie is beschikbaar. We gaan ronde nummer 12 naar de intermediates. En Norris gaat al naar binnen. Lando Norris gaat naar binnen. Die gaat naar de intermediates volgens mij. De pitwindow is dus nu ook open. En nu gaan wij pushen om een overcut te proberen op Lando Norris. Dus nu moeten wij pushen als een gek om ervoor te zorgen dat wij voor Lando Norris eindigen. En Verstappen gaat ook pushen. Okay, we'll fit inters on your next stop. Daar bevestigen we dus dat we naar de intermediate gaan. Verstappen blijft buiten. Max Verstappen gaat ook een ronde langer door. En waar komen wij terecht? Norris zit vast in verkeer. Dat gaat ons misschien helpen. Dan moet deze pitstop goed gaan. En Norris komt er gewoon voor, want die is nu bij start-finish. Twee seconden goede pitstop en Norris is ons gepasseerd. En we komen terug op P5.
in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Dat gat naar Lando Norris is 4,4 seconden. Dat rijden wij gewoon dicht nu in één keer. Dat is inmiddels 4 seconden geworden. En we voelen ons gewoon prettiger op de intermediates. Dat is sowieso een feit. Dat is 3,6 seconden naar Lando Norris. En Norris zet de snelste raceronde neer, maar wij pakken die af. Nee, laat maar, die pakken we niet af. Foutje, die pakken we niet af. Daar zit Verstappen dan aan, die binnenkant. En we moeten er even rekening mee houden. We schieten hier door. En Verstappen, we raken net niet Max. Dat was een lompe actie van mijn landgenoot. Ik weet niet wat hij daar deed, maar hij zag ons gewoon niet. En wij moesten een uitwijkingsmanoeuvre gaan doen om ervoor te zorgen dat we geen voorvleugel hebben beschadigd. Daardoor is het gat naar Lando Norris opgelopen tot 4 seconden. We zitten in ronde nummer 14 als Nicolas Latifi uitvalt. Latifi is uitgevallen. Hij moet dus de strijd staken in China. Norris zet weer de snelste raceronde neer met een 1.46.2. En we zetten een 1.47.2 neer. Een seconde langzamer dan onze teamgenoot. En we zitten over de helft van de grote prijs. Norris heeft een voorsprong van 3,4 seconden. En wij moeten gewoon dat gat zien te dichten. We zitten in ronde nummer 19 en dat gat hebben wij gedicht. Norris duikt naar binnen voor zijn tweede pitstop. Gaat weer naar de intermediate. En nu gaan wij een overcut proberen. Nu gaan we pushen als een gek. Verstappen is ook binnen geweest. En komt Lando Norris achter Max Verstappen terecht. Dus ook achter Kvyat en ook achter Lewis Hamilton. Dat is de vraag. Het wordt heel spannend bij de pit exit. En Norris komt erachter. Norris komt achter die groepje jongens te zitten. En dat geeft ons een uitstekende positie om naar binnen te komen en Norris te overcutten. Want dat gat is 23,5 seconden. Je pitstop moet ook goed gaan. En we gaan dus gewoon naar de intermediate. Onze laatste pitstop van de dag in ronde nummer 21. Drie seconden. De gear was niet beschikbaar. Maar komen wij voor Lando Norris weer de baan op. Het wordt heel krapjes. Daar heb je Lando Norris aan mijn binnenkant. Maar hij kan die aanval niet wagen. Want wij zaten daar. Sorry, Lando zat trouwens aan mijn buitenkant. Niet aan mijn binnenkant. Lando zat aan mijn buitenkant. En kon die aanval niet wagen. Dus we hebben Lando geovercut. Heel goed gedaan. Een mooie strategie dus behaald. En dan moeten we dit alleen maar vol zien te houden. En naar Max Verstappen toe zien te rijden. Met nog 7 ronden te gaan in de wedstrijd. Hij rijdt op versleten inters. En wij rijden dus op verse intermediates. En dat zie je al gelijk, want ja, het gat naar Verstappen is gewoon inmiddels tot 1/4 gekrompen. We kunnen hier misschien dan aanvallen, mooi aan die binnenkant. En Verstappen kan niet terugkomen, want wij knijpen hem hier af bij die bocht. En dat is uitstekend werk. En Verstappen gaat Lando Norris ophouden. Dat is heel goed. Gat naar Norris is een seconde ongeveer. Gat naar Verstappen is inmiddels opgelopen tot 18e. We zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. En Norris heeft gewoon een achterstand van 4,2 seconden. Dat komt alleen maar omdat hij Verstappen niet voorbij kan, want er is geen DRS. En we noteren weer de snelste raceronde met een 1.43.4.3.2. 2/10 harder gegaan. Dat is alleen maar goed. Nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd.
En Norris zit heel dicht achter Max Verstappen. Maar hij komt er gewoon niet voorbij. Dat gat is inmiddels 5,6 seconden naar Lando Norris. Blauwe vlaggen van Callum Ilott. Die moet hier aan de kant in ronde nummer 26. En Norris is Verstappen uiteindelijk voorbij. Maar heeft gewoon een achterstand van 11,6 seconden. Dat komt omdat Verstappen Norris heeft opgehouden. Dus Verstappen heeft ons hier een uitstekende dienst bewezen om Norris op te houden. Dat geeft niks, want Norris finisht gewoon alsnog tweede. Dus we pakken weer een 1-2'tje in seizoen 6. Onze derde van dit seizoen alweer. Norris nu telkens op het podium. Magnussen pakt geen podium. Na twee wedstrijden wel op het podium gezeten te hebben. En wij winnen dus alweer een grote prijs. We zitten in ronde nummer 27 van de wedstrijd. Als we daar Nobuharu Matsushita op een ronde gaan zetten. Het gat naar Norris is 12,3 seconden. Het gat is groter en groter geworden. Het gat naar Verstappen is 19,2 seconden. Gasly kan misschien nog Verstappen aanvallen voor een podiumplek. Wanneer gaat Matsushita aan de kant? Doet dit heel slim. Goed zo, Matsushita. Dat is de bedoeling. En dan gaan we alweer de laatste ronde in van de grote prijs. En dan gaan we ons opmaken voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort. Ik verwacht daar ook gewoon weer een sterke Lando Norris. Hij is gewoon uitstekend voor ons team. Is bloedsnel, want wij kunnen hem soms in de kwalificatie niet bijhouden. Maar in de race is het andere koek, want daar weten we op de een of andere manier gewoon Norris weer te verschalken. En pakt hij niet de overwinning, maar pakken wij steeds de overwinning. We zitten bij het laatste deel van ronde nummer 28. De laatste ronde komt ten einde. Wij winnen dus de grote prijs van China met een hele bolde strategie. Van P7 naar P1 pakken ook nog de snelste racerondepunt. Norris maakt een 1-2'tje compleet voor het team. En dan gaan ze opmaken voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort. It's victory in Shanghai then, and what a victory it is after an incredible Grand Prix. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack. And having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. De uitslag van de grote prijs van China. Wij winnen dus de wedstrijd vanaf P7 op de rit. Pakken ook de snelste racepunt. Norris naar P2. Verstappen naar P3. Gasly naar P4. En wij krijgen Driver of the Day. Sainz naar 5. Een uitstekende wedstrijd gereden. Fiat 6. Hamilton 7. Leclerc 8. Albon 9. En Ocon op P10. 1 uitvaller Nicolas Latifi. 22 punten verschil naar Lando Norris. 36 punten verschil naar Alfa Tauri. Want die pakt Red Bull Racing. Dus je zou eigenlijk al kunnen zeggen dat de titelstrijd tussen mijzelf en Lando Norris gaat. Maar goed, deze aflevering zit er alweer op, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Dislike hem als jij hem niet leuk vindt. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-20 My Team Criminal content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Dit was de Gianon, mensen. Tot de volgende keer bij F1-20 My Team Criminal. Maar verder voor onze thuiswedstrijd in Zandvoort.